Als je vragen hebt, krijg je die bal en dan kun je die stellen, die vragen. En dan kan iedereen het horen. Wij zijn eigenlijk bijna toe aan het oogsten. Ja. Maar in het proces van de groei krijg je toch regelmatig bruine dorre bladeren. Ja, kan je weggooien. Wat moet je dan gewoon weggooien? Of in ieder geval gebruiken om door je grond te spitten. Want als dat uit elkaar valt, dat zijn alle bouwstenen waar de volgende generatie wietplanten op kunnen groeien. Oké. Okay. Ja? Ja. Over het oogsten let je op de trichromen die eruit komen, als ze melk zijn, nee, bruin. Ja, het zijn allemaal blowers verhaaltjes. Ja. Die gaan met microscoopjes ernaar zitten kijken. Ja, dat heb ik dus ook. Ik ruik eraan, ik kijk naar het weer, eventueel het weerbericht en that's it. Nou, oké, heeft niks met sterkte te maken. Nah. Of de soort high. Kijk, weet je, sterk is relatief. Er zal dan misschien 16% olie op zitten in plaats van 15%. En een blower, voor hem is dat belangrijk, want die neemt zoveel gram. Ja. En die zegt, oh, dit en dat. Maar voor een patiënt is dat niet belangrijk, want die spoelt hem af met alcohol. Mm-hmm. En of er nou 15% op staat, of 16%, of maar 13%, maakt niks uit. Okay. Voor een patiënt is leven een stuk makkelijker als voor een blower. Ja. Toch? Ja. Oké, hebben jullie ook eens een voordeel?